En licht is in de televisiewereld, dat is nou eenmaal zo, is het vaak toch een sluitpost. Ja. Het is ook een ongrijpbaar iets, daar kan ik me iets bij voorstellen. Je vindt het mooi of je vindt het niet mooi, dus dat soort discussies heb je. Het is niet aanraakbaar, dus het komt heel erg uit op een stuk beleving. Nou, probeer daar op voorhand maar eens een bedrag aan te hangen. Ja. Welkom bij BM Talk. Vandaag de gast Loet Bol, Managing Director bij Lichtmacht. Loet, welkom. Dank je. Lichtmacht, waar moeten we dat van kennen? Ik heb even geteld, we zitten tussen de rond de 900 productienamen per jaar. Dus ik zal er een paar uitlichten. Dat zijn bijvoorbeeld Big Brother, Goede Tijden, Slechte Tijden, Heel Holland Bakt, Het Perfecte Plaatje, veel real-life soaps in het buitenland, zoals Love Island, waar we betrokken bij zijn. Verraders. Hoeveel is er nu van? Kortom. Best wel veel. Ja. Is het een groot bedrijf? Schets even de achtergrond. Het bedrijf is 30 jaar geleden opgericht door Bart Thieme. Ik schat in rond de 30 jaar. Ja. Samen met zijn toenmalige collega Roel Ibma. Een jaar of 6 geleden heeft Daan Thieme, zijn zoon, heeft dat langzaam overgenomen. En zijn we eigenlijk, ik en nog wat anderen zijn aan boord gekomen 4-5 jaar geleden. En dat is een beetje, we zijn een beetje oneerbiedig een hobby-bobby-bedrijf met best wel wat goede producties, hoor, daar gaat het niet om. Zijn we iets wat aan de professionaliteit gaan werken. En een serieuze speler. Serieuze speler geworden. Serieuze speler op de lichtmarkt geworden. Ja. En jouw eigen achtergrond, Loet, jij loopt ook al wat jaartjes mee, heb ik het idee. Ja, 32 uitgerekend, dat is veel. Voelt soms ook als heel veel. Ik ben in 1991 begonnen bij Cine Video Groep. In 2000 overgestapt naar het toenmalige VA De Jongens, wat later Team werd. Ja. Wat uiteindelijk natuurlijk de Tjoe werd. In 2005 ben ik even ZZP'er geweest en heb ik met name grote producties gedaan. Zoals Olympische Spelen, WK, EK. Dus met name in de sportactiviteiten. Deed ik vaak via een bedrijf, Belgisch bedrijf Alphacam, wat inmiddels niet meer bestaat. En in 2007 ben ik naar Amco Flesluit gegaan. Dat is ook de periode dat ik eigenlijk in het licht... In de lichttak, audiotak beland ben. En daar heb ik 6 jaar gezeten. Toen ben ik weer teruggegaan eigenlijk naar toenmalige Dutch Shoe. Daar zou ik business development gaan doen. Maar na een half jaar ben ik eigenlijk op verzoek van de toenmalige directie naar Chain gegaan. En heb ik samen met René van Altena en Paul Chamalo hebben het bedrijf min of meer een soort... Ja, verkoop klaargemaakt, dat was de bedoeling. Ja. Het is ook later overgenomen door Rental. De bedoeling was dat ik er op dat moment uit zou gaan, dat is niet gebeurd. Ik heb daar nog een paar jaar echt prima gezeten. En in 2018 ben ik voor mezelf begonnen. En los van wat andere onderwerpen ben ik uiteindelijk beland bij Lichtmacht. Ja, toch weer terug naar het licht dus ook. Ja, hoewel ik dat bedacht had, absoluut niet meer te doen, is het toch gebeurd. Dat ook een beetje met de manier waarop de familieteam, zeg maar, het licht benaderde. Was voor mij weer een hele nieuwe invalshoek. Heel anders weer dan Flashlight, heel anders weer dan Chain. Eigenlijk op dat moment is dat gebeurd, zeg maar begin 2019. En sinds 2020 ben ik mede... Ja. Ben je mede-aandeelhouder? Aandeelhouder geworden met Daan. Ja. Dus dat is even in vogelvlucht jouw carrière. Ja, maar toch wel altijd heeft licht daarin een ja, vanaf 2000, een rode draad geweest. Ja, toch? Vanaf 2006, 2007 is dat, de laatste 15 jaar, is dat 16 jaar, is dat inderdaad altijd wel een rode draad geweest. Ja.
En waar komt dat vandaan? En ik vind het interessant dat je zegt van licht, maar heeft toch een wat andere visie of een andere... doet het allemaal weer anders dan de voorgaande bedrijven waar je hebt gezeten? Ja. Waar zit dat verschil dan in? Kijk, Amco Vlista is echt evenementen, grote evenementen. Ja. Veel, 40 trailers naar Lowlands, weet je, dat zijn niet zoveel bedrijven die dat kunnen. Chain was echt een broadcastbedrijf, overgenomen door Rental, dus iets meer, zeg maar, in, ja, hoe moet ik dat zeggen, iets anders qua vormgeving eigenlijk geworden. En ja, Lichtmacht komt eigenlijk een beetje uit de hoek van de film en de, zeg maar, ik noem het altijd een beetje de cinematografische benadering van televisie licht maken. En dat heeft niet per definitie met de inhoud te maken. Heeft ook een beetje te maken met het feit dat de benadering, de hele logistieke benadering van, zeg maar, hetgene wat we doen, maar ook de communicatie, met wie praat je. Valt me altijd op dat ze heel erg ook met decor bezig zijn. En met de eerste cameraman. Dus ja, dat is eigenlijk net even wat... Meer betrokken, ja. En dat zie je natuurlijk in de filmwereld, is dat ja, wat logischer. De ontwerper is iets meer DOP. Terwijl een broadcastontwerper, zeg maar, van de grote shows weer op een hele andere manier te werk gaat. Ja. Dus, wij hebben hier een vrij basic lichtopstelling, hè? Zal ik maar. Prachtig. Het functioneert. Ja. Wat zijn momenteel de trends op jouw vakgebied? De verletting is nog steeds gaande. Verletting. Er zijn geen hele grote, vind ik zelf, nieuwe grote stappen in die richting. Het heeft alles natuurlijk met je footprint en dat soort dingen nog steeds te maken. Ja. Daar is wel, zeg maar, meer diepgang. Zeg maar, een specificatie van de desbetreffende armaturen is daarmee bezig. Toevallig vorige week hebben we een nieuw panel. Ja, dat is half video, half licht. Ja. En dat heeft weer te maken met de interactieve decors. Zijn we als eerste in Europa, hebben we dat vanuit Amerika naar ons gegaan. Er worden grote films meegemaakt inmiddels, maar ook andere. Dus het was dan vroeger een 3-punts LED module. Dat is nu een 5-punts LED module, kleurenmodule. Nou ja. Ik ben niet technisch, maar dat zijn dan weer hele andere belevingsmomenten die je als kijker gaat hebben. Dat soort ontwikkelingen, die zijn er wel. Ja. Maar echt dat je zegt van, nou ja, wat led, zeg maar, van de traditionele lamp naar de verlette lamp. Die ontwikkeling, dat staat niet stil, maar dat zijn geen grote gebeurtenissen. En iets als AI, is dat van invloed op jullie? Dat is zeker in die zin. Het heeft met de benadering van met name natuurlijk de lichtontwerper, de belichter, heeft dat zeker wel, heeft het zijn invloed. En wat je ziet is gewoon het decor, het LED-decor, wat echt met name in vooralsnog in grote films, maar wat je ook alweer ziet in Amerika, in broadcast, dat die zeg maar hele interactieve decors maken met gewoon hele LED-oplossingen. Dus de locaties worden, zeg maar, waar vroeger 5 locaties voor waren, dat doen ze nu, zeg maar, in één studio met een LED-achtergrond en een ondergrond en een bovenkant, waar je denkt, oh ja, dat is wonderlijk. Wordt steeds absoluut. Er is een serie op Netflix over een boot, 1899 is dat, volgens mij heet die zo. Het is in één studio opgenomen, je weet echt niet wat je ziet. Nee. Sowieso, als je het hebt over trends en over ontwikkelingen, gewoon de Nederlandse markt, de broadcastmarkt, waar jullie ook op opereren. Wat is daar momenteel gaande? Gaat het goed met de markt? Ik bedoel, facilitaire bedrijven zitten vaak aan de onderkant. Daar wordt vaak ook het eerst bezuinigd in die hoek. Hij zit al een beetje te lachen. Hoe kijken jullie daarnaar? Kijk, wat in de filmwereld, daar heb je eigenlijk twee grote met zitten, camera en licht, is in de televisiewereld, dat is nou helemaal zo, is het vaak toch een sluitpost. Ja. Het is ook een ongrijpbaar iets, daar kan ik me iets bij voorstellen. Je vindt het mooi of je vindt het niet mooi, dus dat
dat soort discussies heb je. Het is niet aanraakbaar. Dus het komt heel erg uit op een stuk beleving. Nou, probeer daar op voorhand maar eens een bedrag aan te hangen. Ja. Dat neemt niet weg dat je soms is het wel echt dat je denkt, hoe bedenk je dit, zeg maar, budgetair. En wat mij nog wel eens opvalt, is het feit dat als je best een succesvol programma, nou, dan moet je niet rekenen dat het zeg maar meer wordt. Het wordt altijd minder, relatief minder. Ja, volgens mij zijn de prijzen, 10% gestegen of zo? Ja. Nou, dat gaat natuurlijk, dat, budgetten gaat dat merken jullie niet. Nee, dat merken wij niet. Nee, sterker nog, dan krijg je het jaar daarna een budget wat lager is, weet je. Ja, dat je denkt, het is ook wel weer de uitdaging om daar creatief in te zijn, maar er zit ergens een bodem in. Dus ik moet zeggen, we hebben afgelopen jaar best wel vaak gezegd van, ja, voor dat kunnen we gewoon niet voor dat bedrag. En we hebben een filosofie waarbij we natuurlijk voor elke prijs wel wat kunnen doen. Maar we hebben ook we hebben geen C-merken of D-merken. Nee. Of ja, het is al moeilijk om met B-merken, vinden wij, ook voor de continuïteit en het stukje onderhoud, et cetera. Ja, het heeft ergens zijn grens, zeg maar. Ja. Ja, want je zegt dat de filosofie van het bedrijf. Hè, jullie bieden echt hoogwaardig licht, zeg maar, hoogwaardige service aan ook. De combinatie met audio, die hebben jullie niet. Doen bewust geen totaalpakket aan. Nou, we doen wel totaalpakketten. We werken over het algemeen nauw samen met de bedrijven waar we, zeg maar, van afnemen. Het is niet dat we bij iedereen gaan afnemen, als het er is dat we rondjes gaan bellen. Neem een college tour wat we nu doen, dat is met licht, geluid en video. Dan doen jullie alles. Dus daar hebben we partners voor. We zijn wel bezig om te kijken hoe we dat elke dag weer, om dat, zeg maar, dicht tegen elkaar aan te houden. En voor wat betreft de toekomst willen we ook kijken of we daar echt wel joint ventures in kunnen krijgen. Of mensen daarvoor openstaan. Want dat is, we willen toch een soort paraplu-achtig iets hebben waarbij het een het ander niet bijt. Want ik vind dat het op de manier zoals wij het benaderen gewoon specifiek moet blijven per onderdeel. Als je wat grotere projecten hebt, dan neem Amco Flesluit, dat is helemaal prima. Weet je wel, die kunnen dat samen. Maar het gaat echt om grotere evenementen. En bij kleinere vind ik toch dat je specifiek je eigen DNA en je eigen kennis moet houden. Dat is hoe wij erover denken. Ja. Dus ja, wat dat betreft denken we daar zeker over na. En dat is voor video net zo goed, zeg maar. Dat is op dat gebied. Waar moet Lichtmacht over pakweg 3 tot 5 jaar staan? Wat is jullie ambitie? De ambitie is, nou, met name op dat stukje, dus de joint ventures, kijken hoe kunnen we daarmee verder. We zijn heel erg aan het kijken welke segmenten van de markt we nog willen betreden. We doen naast broadcast een aantal films per jaar. Willen we daarin uitbreiden? Als we uit willen breiden, dan gaan we dat zelf doen. Doen we dat met een partnerbedrijf? Dat is eigenlijk voor de komende jaren een belangrijk onderdeel. Verder willen we, we hebben een professionaliseringsslag de afgelopen 4 jaar doorgevoerd. Die willen we, zijn we nog wel een jaartje of 2, 3 verder mee bezig om dat optimaal te krijgen naar de normen die wij voor ogen hebben. Dus kortom. Wat is het moeilijk om aan goede mensen te komen? Dat is moeilijk. Het is ook wel zo dat we het over het algemeen proberen jonge mensen op te leiden. Omdat een specifieke behoefte aan een bepaald soort mens is. De mensen die we hier hebben, dat zijn niet per definitie de mensen die ik ook bij een vleesleider of een ander bedrijf neer zouden willen kunnen zetten. Het zijn andere toch iets ander type mensen. Ook andere segmenten natuurlijk, dus dat is heel logisch. Dat zeg ik. Dus de opleiding zit ook in het stukje communicatie. Nee, is de cameraman. En als je naar het decor wat iets uitgebreider is,
dan wat ik toen gewend ben. Je moet wat sociaal wat vaardiger zijn misschien om bij jullie... Ja, nou, sociaal vaardiger, dat trainen we ze zeker in. En dat proberen we ook. Maar waar kijk je naar? Wat vinden we belangrijk aan het plaatje wat we maken? Ja. En dat moet helemaal niet verlinieachtige normen aan gaan nemen, nee, als dat niet nodig is. Maar wel dat je daar op een bepaalde manier naar kijkt. En ik denk dat elk bedrijf daar zijn specifieke benadering in heeft. En dat is, dat hebben wij ook. Mensen met ervaring en mensen die... zeg maar, die achtergrond hebben een beetje dat filmische Keffer-achtige diepie, ja, die ook in de televisiemarkt gewoon productie kunnen draaien. Dat is best lastig om die te vinden. Dat zijn over het algemeen leiden we op. Toevallig hebben we nu iemand per 1 september er weer bij aan de bovenkant. Ja. Maar dat is de afgelopen 2 jaar hebben we daar A niet naar gezocht en B ook niet. Is die ook niet aankomen waaien. Zijn er nou programma's die je op televisie ziet of een film misschien waarvan je denkt, dan jeuken onze handen. Dat zouden wij toch anders doen? Nou, niet zozeer jeuken. Ik weet dat Daan graag bijvoorbeeld een daily zou willen doen of zo. Wij doen niet echt een half acht of iets, dat soort programma's. Ja. Maar dat is iets waar we altijd van zeggen, nou, dat zouden we nog wel eens in ons portfolio hebben. En voor de rest, we hebben gewoon altijd gezegd, we willen de kleinere tot middelgrote producties doen. Grote producties zijn niet, dat is niet onze business. Daarbinnen, we doen al best wel veel. Ja. Bijvoorbeeld die hele nieuwe GTST-opzet, die toen heel filmisch is, echt filmisch gemaakt tegenwoordig. Ja. Die hebben jullie ook ja, dat is doen. Dat is een groot project, toch? Groot project, hoge investeringen, maar een risicootje ook natuurlijk op dat gebied. Maar ja, uiteindelijk dat GTST prachtig uit. Ja, het is beter geworden. Ja. Vinden wij althans. Ja, nou. Ja, en het is natuurlijk altijd een discussie of iedereen dat in Nederland dat ook zo ziet. Maar de benadering heeft in ieder geval zijn vrucht achtervoor. Ja. Ook voor RTL en voor Bunny Jai volgens mij. Dus, en het is leuk werken. Het is wel hard werken. Maar voor bijvoorbeeld een opleiding. Dat is voor ons een belangrijk opleidingstraject ook. Om mensen te laten zien die hoeveelheid scènes die er per dag gemaakt worden. Ja, dat is weer een andere benadering dan dat we een Ferraris of College Tour of een Rembrandt draaien. Dat zijn net, dat is een verschil, maar je leert wel de productie draaien. Ja. Dus, en internationale ambities toch, Loet? Nou ja, voor mij hebben we vorig jaar in 14 landen gezeten. Dus we zijn best wel, we zitten best wel in het buitenland. Dat hele Love Island project, hè? Maar dat is ook, ze gaan natuurlijk heel veel programma's richting het buitenland. Zo'n survival programma, ik ben even de titel kwijt, Kamp Koningsbrug. Expeditie Robinson? Dat is degene die wij niet doen, maar dat is vaak lokaal wordt dat geregeld. En ik moet zeggen, het legt ook wel een druk op je organisatie natuurlijk, die buitenlandse productie. Ja. Er is altijd natuurlijk wel een dingetje gebeurd. Dus daar moet je logistiek en productioneel wel op ingericht zijn. Okay. En dus, laat ik het zo zeggen, ik vind dit buitenland genoeg. we doen daarbij ook nog wel wat andere dingen in het buitenland die dan niet zozeer broadcastgericht zijn. Dus... ik vind dat wij meer dan genoeg in het buitenland zitten. Al met al, ben jij optimistisch of pessimistisch over de nabije toekomst? Als je kijkt naar de Nederlandse AV-markt. En jullie rol daarin. Ik denk dat ik van nature optimistisch ben. Het is gewoon moeilijk opereren momenteel. De doorlooptijden zijn kort. Er wordt... veel last minute geproduceerd, dat horen we natuurlijk al jaren. Ja. De besluitvorming bij de omroepen ligt best wel dicht tegen productiedatum aan. Nou, daar heeft iedereen last van. Maar gaat dat ooit anders worden, Loet, denk jij?
Nou, het is niet beter geworden, laat ik het zo zeggen. En het maakt het efficiency-verhaal ook niet altijd veel beter. Dus anticiperen daarop is lastig. Aan de andere kant is dat ook de uitdaging. En is dat ook de afgelopen jaren, vind ik, in ons voordeel geweest. Omdat we het zo ingericht hebben dat we snel kunnen handelen. Ja. Het logistieke systeem is erop uitgerust. Dus... over het algemeen ben ik nog steeds optimistisch, maar ben ik wel benieuwd wat alles gaat brengen. 2 jaar geleden zou streaming booming zijn. HBO, Apple, alles zou naar Nederland komen. Dat valt best wel tegen, moet ik zeggen. Okay. Maar dat is wat het is. Wie weet komt het toch, Loet? Wie weet komt het? Wie weet staan ze nog aan je deur te borrelen. We blijven het proberen. Heel goed. Blijven dat, Wil je nog wat kwijt? Zijn we nog iets vergeten? Nee. Volgens mij heb ik wel een beetje verteld wat we doen. Nou, heel goed. Dank dat je mijn gast was. Nou, jij ook bedankt voor het. Tot de volgende keer. Oké. Dank je wel. Tot zover BM Talk. Mijn volgende gast is voor u een vraag en voor mij nog veel meer. Tot de volgende keer.